Yo Rob, wij zijn Zeus, ik ben Kai. En ik ben Rico. En vandaag hebben we een hele speciale video voor jullie. Maar wat? Dat zie je na de intro. Echt hè. Nou, we zijn dus uitgenodigd door Arianne, dat is onze hele speciale gast. Die zit hier zo. Hallo. Hi. En Arianne, die is ongeneesbaar... Ongeneeslijk ziek. En dat is natuurlijk helemaal niets om grap over te maken, maar dat laat ons wel deze hele speciale video maken. Haar zoontje is namelijk onwijs een fan van ons en die gaan wij vandaag goed verrassen. En we zijn hier trouwens ook met een hele filmcrew, want BNN is ook mee voor Over Mijn Lijk met Valerio en zo. En de hele rest van de crew. En die gaan ons ook filmen. Dus als je het onze amateuristische kant niet leuk vindt, kan je ook op tv zien, weet je. Dus het wordt fucking vet. Heren, fantastisch dat jullie mee willen werken vandaag. Wat is het plan? Hoe gaan jullie die overval op touw zetten eigenlijk? Nou, we gaan gewoon volledige gekkigheid aan hem geven. Ik denk dat hij dat ook wel verwacht van ons, want we zijn namelijk niet goed in ons hoofd. Dus dat wordt in ieder geval heel vet. We gaan hem echt heel veel gekheid geven. Het wordt echt gewoon totaal chaos. Maar wel met een glimlach op zijn gezicht natuurlijk. En meer is er niet over te zeggen. Je gaat het vanzelf wel zien. Oké, nou ik zou zeggen, ga van start. Hey, de kampioen. Hallo? Nou, hè? Je hebt vandaag toch je verrassing? Wat een reisje! Nou, wat een reisje! Waar is Lennart? Hé, Lennart! Kom mee, jij gaat met ons mee, jongen. Nou, geen school vandaag, ouwe. Hoe is het? Goed. Nice. Ja, wordt hij uit de klas verwijderd? Natuurlijk wordt hij uit de klas verwijderd. Kijk, super. Nog eentje, weet je. Nou, mooi. Nou, helemaal los. In de regen. Ja. Wordt super vet, man. Ja, toch gelijk, joh. Zie je. En jij kan alles opruimen. Kom, ga, man. Ja. Ja? Nou, jongen. Veel plezier. Hey. Lotto. Doei. Had je het verwacht of niet? Nee, dat is niet verwacht. Doe, man. Nice man, nice. Ah, kijk, dit is onze grote vriend hoor. Zeg ze even hallo. Hallo. Yo. Weet je wat we vandaag doen? Ik heb geen idee. We gaan naar de Uithof. Oh, we gaan het allemaal vertellen hoor. Oh, we gaan het nog niet vertellen. Ja, nu weet je het. Ik weet het al. Sorry man. Fuck it. We gaan naar de Uithof en allemaal leuke dingen doen. Ja, en hun zijn er ook. Wij zijn de coole gasten. Dat is veel beter. Dope, ouwe. Nou, let's go! Wat gebeurt er nou allemaal, man? Schokken. Ja, maar wat gebeurde er? Je zat in de klas en nou, toen... Ja, en ineens hoor ik de klop en toen dacht mijn moeder. En wat dacht je toen? Ik had straf of zo, dacht ik. Nou, eigenlijk zo. Nou, volgens mij heb je het tegenovergestelde van straf. Want er gaan vandaag alleen maar toffe dingen gebeuren. Maar je hebt geen idee wat. Nee. Nou, dan zou ik zeggen, pak je spullen en ga met de jongens mee. Ja, je spullen leggen we volgens mij daar ook. Hoor je dat je van ons filmscape? Ja, altijd. Ja, altijd? Ja. Oh, schatje! Oh, ik ben gewoon wel jas. Ja, cool. Wat je van je? Oh nee. Ga je jongens? Ja, jongens. Nou, we zijn er, jongens. We zijn bij ons speciale ding aangekomen. Bestemming. Onze bestemming. En het is de Uithof. En dan gaan we even helemaal los, weet je. Ja, want jij wist het niet. Nee, ik niet. En, want je bent een beetje een goldje. Ja. Maar we gaan naar de Uithof houden. Ja. En wat we gaan doen? Ja. Dat, nee, niet naar Doolhof. Dat gaan we je straks vertellen als we binnen zijn. Met de andere cameramensen erbij. Ja. En ik denk dat je het echt met die rare gasten, heel vet gaat vinden. Ja, maar het is geen ijskartje. A few moments later. Ik ben ook lekker aan het eten, jongens. Nenner, kom maar voorbij. Ja. We zijn in de Uithof gearriveerd. Ja, we zijn in de Uithof gearriveerd. We hebben vandaag voor jou geregeld. Ja. Dat we gaan karten. Karten. We gaan laser gamen.
En daarna gaan we 2 uur lang snowboarden. Of skiën toch? Of skiën. Of skiën. Wat jij wil. Vind je dat dope? Oh ja man. Nou? Ja. Wat vind je vet dan? Even kort het vest. Ik ook. Heb je wel eens gekart? Ik heb wel eens gekart, ook ijs gekart. Ben je goed? Nee. Het wordt een heel fucking dope dag. En we hebben allemaal voor jou geregeld en ik heb fucking zin in. Super vet. Vind ook vet. We moeten wel een 3-dubbele box hebben. Hoe kun je nou zo'n de camera erop hebben? Hij loopt al. Nou, we zijn er helemaal klaar voor, toch? Ja, man. Ja, helemaal. Camera man uit. Volgens mij zit je bumper los. Zo, dat was fucking kicken. Voor je van Lennart? Fucking kicken. Zo, holy shit, man. Wat doe jij nee? Wat stinkt voor me, staat vol. Lekker. Ja, hoeveel wat voor je ervan houden? Vet. Ja? Voor je dope? Ja. Ja, we gaan nog veel meer dope doen. Gaan we lezen gamen? We gaan zeker lezen gamen. Wel nu meteen gewoon. 12 seconds later. Ga je afmaken, jongens? Ja. Jullie gaan ons afmaken. Ja. Dat gaan we straks zien. Ik ben helemaal op mijn pantser, denk je. Mr. Valentine, hè? At your doorstep, bitch. Sorry. Zijn je bij mij ook? Shit, ik voel me beestje. Zou je bij mij ook iets losser kunnen maken? Nou, we zijn al begonnen, hè? Ik heb er één, kom op, let's go! Ja, ik heb hem! Nice, cool, ga daar even naar de ene kant, ja? 3, 2, 1, daar staat ze! Tering vet. Echt vet. Gewoon Black Ops, man.
Maar zo ook dood gaan. Ja, ik ben, volgens mij ben ik ook vak dood gegaan. Jongen, ik ben één keer gewoon tegen een muur aangerend, vol overgaan. Zie je? Ja, ik stond al heel mooi. Check even je score op de plaats. Van plaats 9 tot en met 5 heb je alles van het groene team en daarna alleen maar de mannen. Who run the world? Ja, precies. Verschil moet er wezen, jongens. Ik ben weer de baas. Oh, Valerio, echt genakt. Klote Valerio. Klote Valerio. Je moet ook nog eens skiën, ik ben helemaal op, joh. Ja, echt, hè? Kots op de baan, jongens, meteen. 20 minutes later. Hallo? Ja, je mag met de foto. Ja, weet je, wacht even, maar even. We zagen net ook niet alleen. Ja, ik mag lekker meer op de foto dan verleren, jongens. Zo, gebeurt het. Kutspies. Ja, dat is je moet in de rij staan, hoor. Het ziet er toch niet uit, jongen. Maar het gaat nu al beter dan snowboarden de vorige keer. Ja, een beetje lulletje nu. Ja, met snowboarden was nu al 4 minuten. Ik voel wel een beetje lulletje nu. Leuk, ga je ook? Lekker feestje. Nou, het is echt hoog. Ik weet echt niet hoe ik het overleef, hoor. Wie gaat er eerst? Dat weet ik niet. Zal ik eerst gaan? Nee, maar wacht even op Lennart. Wow! Oh! Ja. Daar mag je staan. Ja, ga maar. Ja, dat weet ik wel. Ik ga gewoon hoor. Ja? We zijn nu dus al een tijdje aan het skiën met Lennart en het is fucking chill. Ik vind het serieus een stuk leuker dan snowboarden, want het is wat makkelijker. Wat vind jij ervan? Nou, makkelijk toch? Ja. Dus we gaan nu voor het eerst met Lennart even met die lift. En hopelijk ga je vallen, ik moet lachen. Maar nou, ik ook niet, ik klopt toch wel. Het gaat weer vet worden, jullie zien ons zo gewoon weer. Wat dan? Niet naar beneden. Nou, ik glij uit mijn bek in. Met dit ding. Alles. Lekker lopen. Ik ben ook lopen zien. Dit is mooi, man. Ja. Kom maar goed, joh. Jij skis mee op VS-bok. Jij skis mee.
Als een volleerd skiën heb ik de berg weer af. Ik wel een beetje mee, hè? Geen uit op. Nee. Pipa jongen. Ik ook. Een beetje. Wat tof. Ja, mooi. Ach, god. Wat doe jij? Hij moest nog even. Hey man. Shit. Hij mag doen. Hey man. Hey. Hey. Wat ben jij het laatst? Ja man. Hey, kijk naar jou. Hey. Zij is zich verkleed. Hoi, fijn man. Ja. Nou, laten we weer gaan. Zo, was een leuke dag toch jongens? De meisjes, ja. De dames en heren. Ja hè, fucking leuk. Was echt gaaf. Ja, nou, dat jij zo'n taal gebruikt jongen. Johan. Nou, hoe vonden jullie het? Vet. Ja? Ja. Zo, dat was duidelijk. Ja. Vet. Heb je een goede dag gehad hoor. Een beetje. Kom door mij, Ellen. Ah, ja. Hey. Zo, weet je. We kunnen niet een box laten schieten. Nou, in ieder geval, het was een hele leuke dag. Je kon natuurlijk de donderdag video hiervoor kon je zien wat het hele verhaal was tussen hoe we elkaar hebben benaderd en noem het allemaal maar op. Ik wil nog wel eventjes tussendoor zeggen, om het wel serieus te doen, dat ik echt uitermate oneindig respect voor jullie heb. Ik vind jullie band met elkaar echt super, super tof. En dat jullie ook al die leuke dingetjes met elkaar doen. En ik vind dat, nogmaals, mensen hier heel veel van kunnen leren. Ongeacht ziek zijn of niet. Je moet je familieleden moet je omarmen. Altijd. Maakt niet uit wat voor situatie er is. En hier een voorbeeld nemen. Gewoon hele leuke dingen doen. Oh, dankjewel. Ja, lieve woorden. Ja. Graag gedaan. Ik bedoel, ook zelfs als je een keertje met je kind of weet ik het is altijd dat wij altijd worden gezien als onbereikbaar object, om het zo te noemen. Maar als wij dit soort aanvragen krijgen, dan kijken we er altijd naar of wat te regelen valt. En dit is de eerste keer dat we dit doen, maar velen kunnen er nog volgen, om het zo maar te noemen. Want wij vinden het ook heel erg leuk om jou hiermee blij te maken. Ja, blij. En dan, jou hiermee blij te maken. Ja. En jou hiermee blij te maken. Jen, kijk eens. Kijk eens. Nog één. Hoppa. Mooi zo. Nou, jongens, dankjewel voor het kijken. Doe even een likeje. Abonneer eventjes. En volg mijn Instagram. Kijk even in de beschrijving voor Lennart's Instagram. Dan kan hij ook wat volgers bij krijgen. Zeker volgen. Respect voor deze man. Kijk hier beneden de vorige video. Dat is het verhaal van Ariane en waarom we dit al hebben gedaan. Ja, en kijk hier de massie. Welke kunnen ze er zien? Het brengt dat je je vriendin brengt. Dat ik mijn vriendin in de zeik neem. Die kunnen hieronder klikken. Die is helemaal niet leuk. Die is zielig. Ja, je vond het stiekem ook. Ja, je leuk. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En jou ga ik sowieso nog een keertje zien. Ik ga ze jullie sowieso nog een keertje zien. Ja. Lekker een bak koffie drinken of zo. Ja. Goed plan? Oh, voor lezen gamen. En lezen gamen. Ja, zeker. Hey jongens, lotto! Hey lotto! Bye.